ho, ho, het is dag 15 van Vlogmas. We zitten zo ongeveer op de helft. En ja, dat boek van gisteren, dat vond ik fantastisch. Daar ben ik helemaal enthousiast over. Maar ik heb vandaag nog weer zo'n boek waar ik helemaal enthousiast over ben. Ja, en je ziet natuurlijk achter mij al even twee boeken van elke maker van het boek wat ik in dit vlog heb. Namelijk Urbanus, Willy Lindhout en Tonkebon en de tuin van Daubigny van Luc Kromheke. Ja, deze, de Toet van Tut, het Nero hommagealbum, parodiealbum, het is even hoe je het wil bekijken, van Luc Kromheke en Willy Lindhout. En ik heb hiernaar uitgezien, het is echt, oh jongens, dit is zo'n mooi boek en het verhaal is zo geweldig. Maar het begint al meteen toen ik hem opensloeg. Want goed, mensen op Instagram die hebben het al gezien, maar er zat een mooie Ex Libris bij. Ja, die vind ik wel heel tof. Die gaat een heel mooi plekje krijgen in mijn galerij der groten, zodra ik een goed lijstje heb. En daarnaast dan even, ja, die tekening op het schutblad. En daar begint de humor al, want als je de bijschriften gaat lezen wat er hier en daar staat, dan heb ik al meteen zoiets van, oh, geweldig gewoon. Ja, dat zet de toon voor het verhaal wat je gaat krijgen. Kijk, Nero is natuurlijk al wel een beetje een absurde reeks. Een hele bijzondere humor. Ik heb niet heel veel Nero-albums. Ik ben er nooit een hele grote fan van geweest. Waarom weet ik eigenlijk niet. Maar ja, ik moet zeggen, ik was hier wel heel erg benieuwd naar. Nou, even zo. Zo, dan zie je even niet de rest. Nou, dit is even de introductie van wat personages. Ja, en dan komt gewoon dat eerst die eerste pagina. En de manier waarop het verhaal begint, heb ik echt al zoiets van, als je even meekijkt, die eerste paar pagina's, daar bouwt het verhaal even op. Nero die naar de kapper gaat, dat is al hilarisch. Maar dan krijg je gewoon een veiling, wat eigenlijk nergens iets mee te maken heeft, buiten het feit dat het zaken in gang zet, wat gevolgen heeft voor de rest van het verhaal. Want daar duikt de sarcofaag op, waar de mummie in zit. En het lastige is even, Nero die heeft nogal op grote voet geleefd en die heeft geen geld meer. En hij wil een baantje, maar dat baantje vinden dat lukt hem niet. Tenminste, ja, wat is zijn voornaamste kwalificatie? Hij is een gediplomeerd dagbladverschijnsel. En daar probeert hij een baantje mee te krijgen. En ja, als hij op een gegeven moment zelfs voor de vuilniswagen omgeschoold moet worden, ja, dat is net even beneden zijn stand. Dus vandaar dat zijn vrouw maar moet gaan werken. En die is nogal gek op poetsen en die gaat poetsen in het museum. Daar is die sarcofaag terechtgekomen. Daar ligt die mummie in. En die mummie, ja, zo'n mummie die is al bijna 5000 jaar oud. Die is vies, dus die moet schoongemaakt worden. En dat brengt deze mummie tot leven. En die mummie die krijgt door dat hij al bijna 5000 jaar oud is, dat het dus tijd is om zijn verjaardag te gaan vieren en een feestje gaan geven. Ja, en die komt erachter dat hij niet in Egypte is en hij wil terug naar Egypte. Ja, en hoe dat gaat, ja, daarvoor moet je dit boek gaan lezen. Want allerlei zaken komen bij elkaar. De familie Pijp, madame Pijp, meneer Pijp, Petoetje en Patatje, die hebben een cruise naar Egypte. Dus die zijn ook al die kant op. Nero moet op hun huis passen. Dat wordt natuurlijk één grote puinhoop. Maar uiteindelijk moet hij ook naar Egypte om de familie Pijp geld te gaan brengen. Ja, en goed, ja, ik moet echt oppassen. Aan de ene kant, ik wil zoveel vertellen hierover. Dat verhaal is zo mooi opgebouwd als je dat aan het lezen bent. En het is zo mooi getekend dat ik echt zoiets heb van, jongens, dit is gewoon echt een absoluut briljant album. Ik heb hier zo van genoten, heerlijk gewoon. En ook zoiets van, ja, ik hou hiervan. Van dit soort humor, van ja, ik ben... ik heb heel weinig boeken van Luc Kromheke, bedenk ik mij. De enige die ik heb, die zie je hier achter mij. Dit is dus de derde. En toch raar eigenlijk, want ik vind zijn tekenstijl wel heel erg tof. En ik heb wel andere boeken van hem gezien. Het Godvergeten Eiland onder andere. Maar het is er gewoon nooit voor gekomen om die boeken eens aan te schaffen. Misschien moet ik dat toch maar eens gaan doen. Kijk, Willy Lindhout, ja, de hele Urbanus reeks, daar heb ik ook een aantal albums van. Vind ik ook wel heel erg leuk. Ik heb ook nog een ander boek van Willy Lindhout, van de Jaren van Olifant, daar een deeltje van. Dat is een wat serieuzer boek, ook heel erg mooi. Maar dat hun twee zo samen dit boek gemaakt hebben, even twee meesters van het absurde humor bij elkaar. En het resultaat wat dat oplevert, dat is echt fantastisch. Dus ik kan alleen maar zeggen, dit...
Of je nou wel of geen Nero-fan bent, dat maakt eigenlijk voor dit boek helemaal niet uit. Want dit is echt een Lindhout-Kromheken product. En dit is gewoon echt fantastisch. Dus ik zou zeggen, ga hem halen, ga hem lezen, ga hiervan genieten. Want er zit zo ontzettend veel in. Er zitten zoveel leuke details in waar je naar kan kijken. Je raakt er niet op uitgekeken. Dus ja, hij ligt bij de stripwinkel natuurlijk. Ik wens je heel veel leesplezier. Bedankt voor het kijken. Ja, en dan is het morgen dag 16. Ja, en dan moet ik toch heel eerlijk zeggen dat de luchtige humor van de afgelopen dagen even plaats gaat maken voor eigenlijk best wel een wat heftiger stripalbum. Eentje die aangevraagd is. Dus ja, die ga je morgen zien. Maar laten we nu nog even genieten van deze prachtige humor. Bedankt voor het kijken. En tot morgen.